Mevrouw de minister, hier op het boerderij van boerder Engels, in jouw beleidsnota had je het ook opgenomen om de korte keten toch wat te promoten. Ik geloof heel sterk in de korte keten. We promoten dat ook volop. Als je even gaat kijken naar de website Recht van bij de boer, dan zie je dat er heel wat boerderijen zijn die hun producten ook rechtstreeks verkopen aan de consument. Dat is goed om de boer en de producent van je voedsel beter te leren kennen, dus meer appreciatie. Maar dat is ook goed voor de boer zelf, omdat hij ook een betere prijs krijgt voor het product, omdat er geen tussenschakels zijn. Het is eigenlijk een tussenschakel, niet meer, zeg je. Is dat ook geen zware last? Want het gaat ook over hygiëne en kwaliteit, waar toch wel heel veel aandacht. Worden die mensen volop begeleid? Je mag dit inderdaad niet onderschatten. En daarom dat het bedrijf zelf is, de boer en de boerin, die dat zelf moeten beslissen of ze dat willen doen, ja of nee. En als ze die keuze maken, dan worden zij voluit ondersteund. We hebben een steunpunt die wij financieel geld geven vanuit de overheid om die boeren te begeleiden. Dat is het steunpunt Korte Keten. Dus men staat er zeker niet alleen voor en daar wordt ook volop aan gewerkt. Je kan ook extra subsidies krijgen, bijvoorbeeld als je een verkooppunt inricht of je moet investeringen doen op het bedrijf, kunnen wij daar ook subsidies geven vanuit Vlaanderen om die omschakeling te doen. Ik kan me voorstellen, zo'n keten als jullie, waar natuurlijk ook de veiligheid, maar ook de gezondheid heel belangrijk is. Wel, kwaliteit en gezondheid, dat is uiteraard, ja, dat gaat gepaard uiteraard met controles. Maar anderzijds, ja, hoe dichter je staat bij de landbouwer en bij de producent, ja, hoe dichter dat je daar ook een zicht op hebt. En laten we heel eerlijk zijn, een producent of een landbouwer zelf heeft er ook alle baat bij van een goed product op de markt te zetten. Het is zijn eigen merk, het is zijn eigen leven, het is zijn gezin die ervan leeft. En we merken dat dat zeer goed loopt vandaag. We zijn dus 4 jaar op weg, meer dan 850 producenten waarmee dat we samenwerken. Elke dag neemt dat aantal nog toe en dat loopt bijzonder goed. Dus we gaan dus heel wat nieuwere producten bij jullie in de Carrefour kunnen ontdekken. Maar vandaag gaat u er al meer dan 11.000 producten van lokale producenten in de winkels vinden. En dat aantal neemt inderdaad nog elke dag toe. Dan we merken dat de consument daar meer en meer aandacht aan besteedt. En het steeds belangrijker vindt van te weten van waar zijn product vandaan komt. En dat is ook goed. Dat is ook om die reden dat we bijvoorbeeld hun foto's van de producent en alle contactgegevens ook in onze regio's plaatsen. En als de producent het toelaat, dan kan de klant er gewoon naartoe gaan en eventjes bezoek plegen. Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een rechtstreekse band is tussen de producent en de consument. Als consument krijg je in ruil verse, kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer, zonder veel voedselkilometers of verpakkingsafval. En bovendien ondersteun je de lokale economie.